Dag jongens en meisjes. Het is weer een hele tijd geleden dat we elkaar hebben gezien. En tussentijd hebben we van alles gekregen. Brieven, maar ook dieren. Onder andere zo hier mooi die kleine beestjes die op tafel staan. Een paardje, mooi uitgezaagd. En een beertje, dat moet eigenlijk hangen. Ook al mooi uitgezaagd. En wat ik erg mooi vind, een paard van touw met op zijn rug een libel. Er was ook nog een hele lekkere koe bij, maar dat mag ik niet zeggen, want het is zo hebberig. Hè? Die kwam dus van kinderen uit Leeuwarden, dat vond ik vreselijk leuk. Wat we ook hebben gekregen, dat was een heleboel brieven. Natuurlijk ook weer brieven over honden, katten en goudhamsters. Nou ja, dat weet je langzamerhand wel. Die willen we echt liever niet meer hebben, want die kunnen we niet plaatsen in deze uitzending. En er zijn ook een heleboel brieven van konijnen, duiven en van muizen. Nou, die willen we dan wel hebben, maar we hebben een voorraad voor jaren. Dus ik zou zeggen, schrijf ook maar geen brieven over die dieren. Daar komen we toch voorlopig niet meer aan toe. Ja, dan vandaag natuurlijk weer een marmotje. Dat is altijd als vanouds, hè. En ik vind het een heel mooi marmotje trouwens. Het heeft zo'n leuk snuitje. Ja. Het heeft aan de ene kant is helemaal wit en heeft het een zwart oog zo'n beetje. Dus een leuk beest dat, zeg. Ja. Hoe heet jij? Ik heet Judith Harms. En waar kom je vandaan, Judith? Ik kom uit Hilversum. Uit Hilversum. Lekker dicht in de buurt. Ja. Had je maar lang niet, marmot? Nou, ongeveer drie à vier jaar. Drie à vier jaar. Was hij toen klein toen je hem kreeg? Nee, hij was ongeveer net zo. Hij is al eentje op leeftijd zo'n beetje. Ja. Ja. Is het een dame of een meneer? Ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Een oudere dame, zullen we maar zeggen. Ja. Oudere dame is marmot, met mooi haar. Nou, je kunt nog niet aanzien dat hij zo een beetje op leeftijd begint te komen. Nee. Met toch prachtig in het haar. Hij speelt ook nog met de poezen thuis. Met de poezen? Ja. Hoe dan? Nou ja, dan komt er een poes aan en die tikt hem zo op zijn snuit. En begint hij heel laat zo met zijn tanden te trillen. En dan speelt hij ook mee. Oh ja? Ja. Dat vind ik nog wel knap. Van hem tenminste ook. Want ik kan me indenken dat poezen met een grote hap, ik weet het niet. Hè? Zou het een beetje eng vinden? Ze kennen elkaar kennelijk goed. Ja, want toen de poezen nog klein waren, toen sliepen ze altijd bij elkaar. Oh, dat is echt wel oude vrienden. Ja. Ja, die elkaar goed kennen. Wat grappig is dat. Nou, dat is leuk, maar motje. Maar we hebben ook weer heel andere dieren. Maar motjes zien we in elke uitzending. Maar de dieren die dit meisje bij heeft, die hebben we nog maar één keer gezien, geloof ik. Hè? Wat zijn het voor dieren? Slakken. Slakken, laat eens kijken. Ze heeft een heleboel dingen bij, potten en andere toestanden. Haal ze maar even. Dit zijn de slakken. Oh, die moeten we er eens even uit zien te halen. Dan kunnen we ze goed bekijken. Zou ik er eens één pakken? Dat mag wel, hè? Kijk, zij is zo druk bezig. Eén slak. Nou, en nog eens een slak. Moet even wachten dat ze een huisje klimt. Nou, je bent van tijd bezig, hè? En de sla. Weet je wat je nog moet pakken? Het karton. Daar hebben we alles. Als je nou toch bezig bent. Ja, geweldig. Zo, leg maar neer. Zo, daar hebben we de hele voorraad. Nou, de slakken die hebben we al ondertussen bekeken. Wat zijn het voor slakken? Hoe heet die? Cypaea nemularis, meneer. Dat is een hele mooie naam. Dat is een wetenschappelijke naam. Hè? En gewone mensen in Nederland, zeggen die dan? Veldslak. Meneer. Een veldslak. En hoe heet jij? Heb je ook zo'n mooie naam? Cora van der Wilde. Ook wel een mooie naam, hè? En waar kom je vandaan, Cora?